allemaal en heel erg leuk dat je meekijkt. We gaan vandaag aan de slag met het verblijf van Xiang, mijn Chinese dwerghamster. En ik begin zoals altijd razendsnel met Supreme Bedding en ik ga door met het hooi van Bunny. En ik ga alweer door met katoen en hennep. Dat gaat razendsnel. De bodembedekker bestaat uit 3 verschillende bodembedekkers. Dit is katoen en hennep. Dit is dus katoen gemixt met hennep. Een voordeel van deze mix is dat hij dus al voorgemixt is. Dus je hoeft het niet zelf door elkaar heen te husselen. In het huisje vind ik het prettig dat de dieren iets hebben wat lekker zacht is. Maar wat dus ook goed ademt. Zodat het niet te broeierig wordt. Dat is heel belangrijk. Dit is de Watchbox van Rodipet. Een heel erg leuk huisje waarbij je aan de voorkant gewoon kunt zien hoe de dieren binnen in het huisje eigenlijk hun nestje maken en een beetje rondlopen. De achterste kamers zijn wel privé, dus daar kun je niet in kijken. En dat is natuurlijk ook hartstikke fijn, want dan kunnen ze zich lekker verstoppen. Zo, de bodembedekking die maak ik mooi hoog. Ik heb dus een onderlaagje van Supreme, eco-bedding. Daarna heb ik hooi, daarna heb ik katoen en hennep. En hier heb ik dus bovenop de vergeten kokos. Echt, ik ben hem helemaal vergeten. Want vroeger gebruikte ik heel veel kokos. Ik vind het niet alleen leuk om naar te kijken, mooi om te zien, want het ziet er zo bossig uit. Maar hij absorbeert ook nog eens een keer heel goed. En ik ga alweer verder met het mos. Want zoals jullie weten, ik vind het heel fijn om het bovenste laagje van het verblijf altijd een beetje loopbaar te hebben voor de dieren. Dus ik vergelijk het altijd een beetje met het lopen over strand. Dieren vinden het niet altijd prettig om over zand te lopen, over iets zachts te lopen. Ze vinden een iets hardere ondergrond prettig om snel overheen te kunnen lopen. Dus ik gebruik daarom altijd mos. Nou, en zoals je kunt zien, kokos. Ik ga razendsnel verder. Ik heb hier huisjes neergezet, een paar schuilhuisjes. Dit is een hele eenvoudige scape. Met niet al te veel toeters en bellen. En dat doe ik gewoon even expres om jullie te laten zien hoe je ook een eenvoudige scape kunt maken. Nou is Xiang natuurlijk een Chinese dwerghamster, dus zij kan ook een klein beetje klimmen. Vandaar ook het tunneltje die ik schuin omhoog heb gedaan. Hier ga ik verder met een bloesemmix. De bloesemmix gebruik ik eigenlijk als versiering, een beetje natuurlijk deco. Maar ook als een ander geurtje wat ze tegen kunnen komen. En als ze toch zin hebben om de blaadjes van bloemen te eten, dan kan dat. Hier heb ik gedroogde Afrikaantjes. Ze ruiken heerlijk. Ik vind die gedroogde Afrikaantjes, die ruiken een beetje naar tomatensoep. En tussendoor had ik lijnzaadpelletjes, die heb ik rondgestrooid. Zodat ik Xiang lekker wat te zoeken heeft. Een beetje kan foerageren. Hier heb ik appeltakjes. Die leg ik aan de rechterkant neer. Dat is natuurlijk knaagmateriaal dat ze kan gebruiken om lekker te knabbelen en te knagen. Hier heb ik nog een beetje lindenhout dat ik neerleg. Het drinkfleshoudertje van Rodipet, die heb ik jullie laatst ook in een short laten zien. Ik vind hem ontzettend leuk. Je kunt hem gewoon neerzetten. En vooral in dit verblijf, het is een houten verblijf. Ja, het is lastig om hier een drinkfleshouder te monteren. Dus dan is dit echt wel een uitkomst. En dan hebben we lieve Xiang. Een Chinese dwerghamster. Ze zijn niet heel erg bekend in Nederland. Ze worden bijna niet als huisdier gehouden. Maar zoals jullie weten, de positieflijst die heeft de Chinese dwerghamsters in één keer de populariteit ingeslingerd. Want dit zijn de dieren die wel gehouden mogen worden. Waarvan de mensen van de positieflijst denken dat dit het huisdier moet zijn. Nou, ze zijn hartstikke leuk, maar ze zijn wel heel anders dan de andere dwerghamstertjes. Chinese dwerghamstertjes zijn rustig op de hand, zoals je kunt zien. Ze gedragen zich een beetje als muisjes. Maar ze zijn echt wel vliegensvlug. Vooral als je ze uit het verblijf wil halen, dan kunnen ze echt ontzettend snel zijn. Ze bijten niet snel. Ze krijsen ook niet. Als ze bang zijn, dan bevriezen ze eerder. Dus het zijn wel hele lieve dieren. De mannetjes hebben vrij grote balletjes. En nou, esthetisch gezien vinden mensen dat vaak minder mooi. Dus wat je dan krijgt is dat mannetjes minder vaak aangeschaft worden, omdat ze er, zo vinden sommigen, minder mooi uitzien. Maar ze zijn natuurlijk ook hartstikke, hartstikke leuk, hartstikke lief. Het zijn echte solitaire dieren, dus ze leven echt alleen. Je mag ze ook absoluut niet samenhouden.
Wil je gaan fokken met Chinese dwerghamsters? Heel veel succes, want dat is echt niet makkelijk. Want koppeltjes bij elkaar, dat wil ook alleen maar als het vrouwtje ook echt bronstig is. Hier laat ik jullie heel even dat loopratje zien. Dit is een loopratje van Getso, waarbij je het kurk eruit kunt halen en nieuwe kurk er weer in kunt doen. Dus dat is weer heel erg leuk. Mijn kokosnootje met lijnzaadbrokjes erin, een klein schuilhuisje, eigenlijk alles wat de kleine nodig heeft. Onder het mos heeft ze een hele wereld waar ze lekker kan graven, waar ze tunneltjes kan maken als ze daar zin in heeft. En bovenop heeft ze ja, een loopdeel als het ware, waar ze gewoon stabiel overheen kan lopen, wat niet wegschuift. Daar is mos natuurlijk ideaal voor. De bamboetunnel heb ik jullie ook wel vaker laten zien. Dit is echt een knaagvaste tunnel. Hij is ook een beetje glad en hij neemt geen urine op. Dus hij is ook makkelijk schoon te houden. Hij gaat niet stinken. Dus anders dan bij die houten tunnels gaat dit gewoon veel langer mee. De boeddhanoot, een heel leuk klein verstopplekje waar de hamstertjes zich kunnen verstoppen. En links heb ik een zandbakje. Ik moet hem nog even goed vullen met zand. Dan kan ze lekker badderen. Nou, een onderlaagje. Dat vind ik wel heel erg leuk hoor, aan deze Trixie-kooi. Dat je gewoon de onderkant heel erg goed kunt zien. Je kunt echt wel leuk meekijken. En je kunt de bodembedekking opbouwen tot 30 centimeter. Het is een houten verblijf. Ik heb hem nog steeds. Ik ben er nog steeds tevreden over. De mooie watchbox van Rodi Pet vind ik echt heel erg mooi. En ik merk ook dat het favoriete huisje is van de hamstertjes. Nou, het deksel gaat er weer bovenop. Ik heb het deksel trouwens eraf gesloopt. Want normaal gesproken dan heeft hij scharnieren en dan kun je hem open en dicht doen. Maar dat heb ik eraf gehaald omdat ik het prettig vind om gewoon overal lekker bij te kunnen. Mocht je nog vragen hebben over deze video of iets, zet je vragen onder de video. Ik beantwoord ze natuurlijk weer heel erg graag. En dan zeg ik tot de volgende keer. Doei doei!